Ja. Wat een wereldshot weer. Oh yeah. Ja, ik hoop echt dat het mensen toch een beetje inspireert ook om te gaan geocachen, bepaalde plekken op te zoeken, ja. Lekker buiten te zijn vooral. Ja. Ja, superleuk en ik vind de reacties superleuk. Daar doe ik het toch eigenlijk een klein beetje voor. Ja. Ja. Ik doe het voor mezelf, ik vind geocachen leuk. Maar het filmen is voor mij toch wel een hobby binnen de hobby, zou ik maar zeggen. Ja. Dus ja, echt super tof jongens, alle reacties. Als je haar maar goed zit, hè? Hallo geocachers, hallo geocachers, hallo geocachers, hallo geocachers, hallo geocachers. Ja, nog hier. En vandaag ben je klaar. Hallo geocachers, mijn naam is Rob Vier. Vandaag zijn we op een leuk plekje. Als je hier staat, als je deze kijkt, dan denk je, ja, het is wel leuk, wil ik ook wel. Maar als je hier dan in één keer staat en je ziet zo'n gat zonder iets, ja, met een touw en zo, dan ben je de put in echt eng. Oh ja. Oh mijn god, hier. Hé, wat is dat? Wat? Wat zijn dat? Zijn allemaal spinnetjes of zo? Mensen. Ik kom jullie redden van jullie ondergang. Kom maar hier. Ja. Nee, het zijn motten. Hier zitten motten, vlindertjes. Kijk. Daarachter. Zie je het? Nee, ik heb op camera. Ik filmde het. Ik heb het op camera. Ik zeg het. Nee. Er zitten hier motten, Bas. Van die grote. Noem je van die grote, dikke beesten motten? Nou. Zie je, als je hier kijkt, hier zit er ook een. Wat? Hier zitten motten, dat zijn de vleermuizen. Ze zijn fucking groot. Ik heb het gefilmd. Sorry, nee, nou zag jij het ook toch? What the fuck? Ja. Nee. Oh, die wil naar buiten. Nee, maar die is bang voor ons en wij voor hem hoor. Die wil hier naar buiten, maar dat kan niet omdat wij hier staan. Ja, kom, we gaan dan even naar buiten of zo. Zit hier serieus? Ja, ik heb het op. Ja, daar is hij weer. Daar is hij weer. Wauw, uit. Wauw, dit is dus het. Ja. Even dat snorretje eraf maken, ja? Oh shit, doe niet. Hallo, geocachers! Rogier hier. Oké. Hallo, geocachers, Rogier en Bas hier. Hallo, geocachers, Rogier en Bas hier. En we zijn vandaag bij een reclamebord in Breda. Doe jij het maar. Nee, doe jij maar. Wat? Oh. Hallo geocachers. Wat is er? Hallo geocachers. Bas en Rogier hier, zeg maar. Hallo geocachers. Nog een keer normaal zeggen. Hallo geocachers. Bas en Rogier hier. Yes. Lopen ze wat verder? Oh, zo is het precies mooi. Kom eens. Nee, hier achter beginnen. Kijk, ja, en dan een keer rechtdoor lopen. Ja, kom. Van GC Rogier. Ik ga vandaag voor jullie een stukje vloggen en het wordt heel leuk. Ook al zijn we net klaar, dat maakt niet uit. Maar in elk geval doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog als je de video leuk vond. En abonneer natuurlijk even op dit kanaal. Zou heel leuk zijn. Ook op mijn kanaal, ga bij Chillout. Kijk gewoon maar even en dan zie ik jullie later. Echt normaal, ja? Ja. Hallo mensen van GC Rogier, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we losplay in België, diep in België. We hebben 2 uur gereisd en volk in groot mensen. Die nou, dat is normaal. Lekker bezig. Oh, ik kan echt niet filmen. Ik doe toch gewoon zo. Waar ben je? Daar. Ik zie je. Mensen, zoals je ziet, het is ook echt... Ik weet niet hoe laat het is, volgens mij is het van 8:30 of zo. Middle of nowhere zitten we hier zo. Of tenminste, ik zit en hij zit in de lucht. Bij een snelweg. Yep. Als ik op een zwerver lijk. Oh. En gewoon daar bovenop. Hello? Nee, helemaal gaan staan. Kun je min of meer gaan staan? Nee, als je min of meer. Oh. Ja. Ja. Lekker bezig. Kun je mij eens filmen? Blijf filmen, Bas. Blijf filmen.
Ik ga ze staan en draai ze om. Draai ze om. Oh, ik dacht dat je broek gescheurd was, maar... Nee, hè? Nou, kom maar naar boven als het lukt. Gaat dat? Dan doe je een stuk soepeler dan ik, Bas. Hè? Ja. Wacht. Ja, kom maar. Ik ben over die andere gelopen. Ja, ik ben over die gelopen. Papa, doe eens niet voorzichtig. Voordat je... Ja. Doe het maar voordat je valt. Goed idee, Bas. Rennen. Hallo, jonkersjes. Ik ben hier samen met mijn zoon en mijn zoon om een band op te bouwen met mijn zoon. Huh? Oh. Oh. Ja. Ja, leuk toch? Ja. Nee, ik ga even normaal. Ja? We gaan op zoek naar allemaal waypoints. Even oppassen, want we moeten over houten planken over water omhoog. Echt? Dan moeten we een stuk langs de vijver lopen. Is dat wel veilig? Ja. Bijna. Ja. En vandaag gaan wij naar een lost place in de nacht. Oh, spannend. Ik deed wat gekke dingen. Vond ik leuk. Of in de bloopers. 3 weken huisarrest. Nee, oké. Jo, dames en heren. Mijn naam is Daan. Dit is Rogier hier. En ik ga deze vlog volgen. Grapjes. I gave you my heart. Is dat een mooie... At the very next day. Oké, ga niet. Mijn haar goed. This here, step in the tears. Hallo geocachers, mijn naam is Ref. Ref. I give it to someone special. Nee, dat vind ik niet. Daan weg. Nee, dat mag je niet doen. Dit is zo geil. Waar moet ik lachen? Ja, niet lachen. Als ik een dikke los place doe, wacht cash, hè? Of moet lachen? Zeker weten. Yeah. Ja, ik ontkom er niet aan, Daan. Ik zal toch moeten lopen. Sorry, ik moet lachen. Vind je dat leuk? GC Rogier. Hij heeft 602 abonnees. Als je niet durft, hoeft het niet hoor. Nee. Ik zit hem meestal in zijn video's. Weet ik. Dat is aardig van je, Daan. Westside. Ik zie er echt geen, ik heb tijd zo. Nee, dat is gewoon water. Nee, is niet bevroren. En als het bevroren is, is het niet genoeg om op te staan. Nou, hou maar eens vast. Nee? Hey, niet met je handschoenen, joh! Sorry. Ja. Nou loop je dus een uur met natte handen, hè? Maar dit is het gewassen dicht. Ja, maar dat is niet stevig genoeg, dat ijs. Wow, mijn scherp echt super. Wat? Kijk hoe scherp ik ben. Wacht even hoor, kom binnen. Mag ik iets filmen dat je het ijs overrijdt? Want ik heb een stuk ijs voor de voorband gelegd. Ja, niet zo echt zo'n heel hard, maar gewoon sneeuw. Ja. Verder. Ja.
zijn doorweekt. Zo koud. Zo pijnlijk. Wel mooi wit sneeuw. Wat is er? Wat? Echt waar? Ja, dat weet ik ook niet hoor. Kom er maar niet aan. Zou hier iemand hebben zitten poepen dan? Ik denk niet ver. Ja, het kan wel. Hoppa. Daar, doe nou niet heen met je gimpen. Lopen. Ja, met je laars aan moeten doen. Het licht is zo van één kant, hè? Ja. En je weet je nooit hoe dat dan uiteindelijk in de video tot uiting komt. Maar we gaan het zien. Ter voor even zo. Ik ga zo meteen duiken. Is hij zo in beeld? Volgens mij wel, hè? Ja. Oké. Ja, en het en natuurgebied de Moeren heeft de CEO van deze geocache iets heel leuk. En ik kan het filmen, ja, ik kan het filmen. Zo. Nee, ga maar. Waarbij degene die we gaat lopen, dit leuke gebied, gewoon kan zien, kan ervaren. Ik denk ze gewoon even naar die kant. Maar je ziet wel de plassen liggen, dat is natuurlijk super voor Daan. En in dit... Nou, zit je nou raar te doen? Super geinig. Zombie. Oké, okay, nou dan gaan we even het eindshot maken. Dit wordt dan de thumbnail, snap je? Ja. Nee, wel normaal. Leuk. Ja, hè? Ja. Super leuk, hè? Ja? Ja. Vond je hem leuk? Ja? Ja. Echt waar? Ja. Als je naar de lens kijkt, alleen naar de lens kijken, hè? Ja. Oké. Okay. Bah! Oei, oh, Jezus. Jezus. Oh. Sorry. Doem. En nu even naar buiten kijken. Zo, so, way down. Sorry. Oh, zo, we zijn daar wel ingewezen. Jij ook daar? Even normaal, hè? Ja, en de rest was eigenlijk nog maar één ding. Ik had niet verwacht dat je me ging laten schrikken. Nee, weet ik. Daan? Ja. Goed gedaan, jongen. Ja. Hé, hey, perfect man. Lekker. Ja. Oké, okay, doe. Ja, niet zo gekke bekken trekken en zo, hoor. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Jij moet er dichterbij, Daan, anders sta je in de schaduw. Hoe komt die schaduw nou van? Over mijn arm. Oh ja. De broek is gescheurd. Kijk. Nee, nog niet doen. Even normaal doen. Ja? Shit. Even normaal doen. Ja, normaal. Kijk. Kijk uit dat je niet in de schaduw zit, hè? Zo ja, zo. Oh nee. Oh, die moet je in je bloepers. Ja, ja, ja. Oh nee, dikke scheur in mijn broek. Ik moet hier gewoon staan. Kijk, ik heb een beetje licht ook. Tunnel op de achtergrond. Oh, wacht, ik kom er zo aanlopen. Nee, kom. Vanuit het donker. Oh ja, dat is ook goed. Hier bij? Nee, kom maar. Ja. En we hebben de cache gevonden. Gelukkig. Hij was niet moeilijk. Maar wel, nee, gaan we terug. Kippen. Yes, we hebben hem. We hebben de cache te pakken. Ja, nog een keer over. En even niet praten als ik praat, dat is niet handig. Oké, okay. Ja, kom maar. Ja, en Daan heeft de cache gevonden. Hij was niet moeilijk, maar hij ligt wel op een super leuke plek. Heel... Oh ja, nee, kom maar. Kom maar bij mij. Wacht, ik heb hem niet laten zien. Echt een leuk plekje. Let up. And I can easily understand how you could easily take my man. Jolene, Jolene, Jolene.
Ik heb het niet gehoord. Het moment is weg. Het moment is weg. Wat de fuck? Scherpjes. Ja? Ja. We gaan een heerlijk wandelingetje maken rondom de... Niet goed? Ja, ik hoop ook echt dat het mensen toch een beetje inspireert ook om te gaan geocachen, bepaalde plekken op te zoeken. Ja. Lekker buiten te zijn vooral. Ja. Zou je zeggen, heb je iets in je hoofd? Ik ben iets in je hoofd. Wel te zeggen. Hoezo? Oh, nee, eigenlijk niet. Want ik wacht te lachen. Ik wacht gewoon op een spontaan moment. Kijk dat dan, joh. Liefde in het bos, Risco. Wow, ze wordt gewoon genomen. Love is in the air. Ja. Love is onder mijn... Oh. Voel jij hem ook, Risco? Love is in the air. Vond je deze video nou leuk? Geef dan een blauw duimpje hieronder en klik hier linksonder om je te diplomeren op de zijn. 160 meter, maar. Oh. Nog een keer. 160 meter. Kan je zijn reactie vertellen of niet? Oh. Nee. Nee? Nou, niet meer, hè? Kan ik er best lopen zo? Mijn buik, kijk het koud. Ik zou hem ietsje inhouden. Of... Ja, dat ziet er beter uit, ja. Kan ik kan geen adem halen als ik mijn buik inhoud. Ja, nee. Dan maar niet je buik inhouden. Heb je zure ballen bij? Zoute ballen. Oh, zoute ballen. Zoals jullie weten heeft Risco altijd zoute ballen bij zich. Lekker. Ja, links en rechts. Ik ben kaf. Echt? Ja. Hoe kan het nou? Het is klef. Je bent toch een gezonde jonge man? Oh ja. Nijmegen is al die heuvels. Wat een wereldshot weer. Oh yeah. Wat een onzin eigenlijk allemaal, hoor. Dus misschien dat die geocache nog ooit wel gevonden gaat worden, zegt hij op zijn site. Ik heb jullie de vorige keer in een vorig filmpje waarin ik een geocache controle ben gaan doen, heb ik jullie laten zien dat ik hier in... Ik heb jullie in een vorig filmpje... Ik ga weer controleren. Ik ga op zoek naar een geocache dat ik toen op zoek ben gegaan bij mijn vorige... Hallo geocachers, mijn naam is Rogier en welkom bij deze volgende update voor op zoek... Oh, s***. Hallo geocachers, goedenavond op deze super zomer... Nou is het eigenlijk ook niet, hè? Super mooie zwoele avond. Hallo geocachers, welkom op deze... Het event van Geocaching West Brabant. Oh, s***. Hallo geocachers. Komt uiteindelijk goed, hoor. Welkom vanavond in Etten-Leurum, in het... Hallo geocachers. Nou, omdat in Etten-Leur één van de multis van geocaching around the world wordt gevormd. Nou, omdat in Etten-Leur één van de multis van geocaching around the world wordt geplaatst. En dus, omdat in Etten-Leur... Het is een super lange eigenlijk. Nou ja. Ja. Nou, omdat in Etten-Leur één van de stomme auto's door een Etten-Leurse geocacher die veel... Een Etten-Leurse geocacher die geocaches plaatst in en rondom Etten-Leur. Is dat waar wat ik zeg of niet? Ja, oké. Okay. Niet leuk om te doen. Niet leuk om te doen. Nee, hij is niet leuk. Niet leuk om te doen. Waarom gaan we hem dan doen? Niet leuk om te doen. Waarom gaan we hem dan doen? Nou, en dat ga ik jullie... Nou, en dat gaan we vragen natuurlijk... Oppassen voor loszittende rotstukken hier. Hallo Gio. Erg bijzonder is, jongens, ja? Is dat hier de original Can of Beans is. De allereerste geocache. Oh, de allereerste travelbug. Ja. En ik vind het altijd super gaaf als je dan weer mensen tegenkomt. Weer geocache. Nou, ik vind het zelf altijd super gaaf als ik dan tijdens het cachen weer andere geocaches tegenkom en een gesprekje kan voeren. Wel een nekwervel gevonden, hè? Ja, dat is van een oude patiënt van mij. Kijk, en dit is ook een interessant gaatje, jongens. Nou, dat klinkt een beetje rand. Kijk, dat is ook een mooi plekje. Er past precies een kokertje in, jongens. En die? Ja. Wat vind jij ervan, Martijn? Interessant plekje. Ja. Dan zie je zelfs kapotte vliegtuigen die... Oh. Links, rechts, links aanhouden. Dan zie je zeecontainers. Ja, dat zie je.
dan zie je zeecontainers liggen. En dat is echt ongelooflijk. Ik zit daar met een pak papagaai. Gaat dat altijd zo? Ja, dat altijd zo. Zo is de vlog waar je naar doet? Ja. Oh. Dat was een aardige val. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Na bliksembezoekje aan het supermooie gebied, hebben we de geocache te pakken. Na bliksembezoekje aan het supermooie gebied. Nou, er was een bliksembezoek aan het... er was een bliksembezoek aan het hele mooie gebied. We lopen nog lekker een stukje door in het supermooie gebied. We lopen nog lekker een stukje door in het gave gebied. We lopen nog lekker een stukje door in het gave gebied. Hij hangt er al buiten. Ik ben er niet bij.